De Scandinavische talen, dat zijn Deens, Noors en Zweeds. Je leert één van de talen spreken, schrijven, lezen en verstaan. Maar het leuke van Scandinavische talen is nou juist dat ze onderling verstaanbaar zijn. Dus als je één van de talen beheerst, aan het eind van het eerste en zeker na anderhalf jaar, dan kun je ook de andere twee talen lezen en verstaan. En dan heb je dus het hele Scandinavische cultuurgebied eigenlijk aan je voeten liggen. Als je aan de studie begint, hoef je zeker geen voorkennis te hebben. Het is vaak zelfs beter om geen voorkennis te hebben. Want het is vaak zo dat je dingen af moet leren als je al dingen weet. Naast het leren van taal zijn er vakken die te maken hebben met de maatschappij, de politiek en de geschiedenis. En het is vaak zo dat je door het lezen van literatuur reflecteert op wat er in de maatschappij gebeurt. Daarnaast heb je natuurlijk een vak over de Vikingen, de Vikingtijd, de taal en de cultuur van de Vikingen. Er zijn vakken over taalkunde, dus hoe ontwikkelen talen zich, wat zijn de verschillen en de overeenkomsten tussen de Scandinavische talen en taalsociologie. En daarnaast is het leuke bij ons dat je in het tweede jaar een half jaar in Scandinavië gaat studeren. Dat geeft ook al aan dat je dus na anderhalf jaar al zo goed een van de talen kent dat je echt colleges in Scandinavië, in het Scandinavisch kunt volgen. Ik heb voor Scandinavië-studies gekozen omdat het echt iets is wat ik zelf leuk vind. En ik ging altijd op vakantie naar Scandinavië en dat interesseerde mij zo dat ik echt wilde weten hoe Scandinavië eruit zag en wie Scandinaviërs waren. Er is een verzameling van ouderejaarsstudenten die in de studievereniging Noordom een beetje op je probeert te letten om je zo snel mogelijk thuis te laten voelen op de studie. We hebben een aantal activiteiten elk jaar, zoals een Scandinavisch kerstkoor. We gaan op studiereis en we kijken ook films samen die van toepassing zijn op de colleges die je krijgt bij Scandinavië-studies. Het is heel divers waar onze afgestudeerden terechtkomen. Sommigen komen bij een communicatiebureau terecht waar ze de contacten met Scandinavië onderhouden. Sommigen in de journalistiek, bijvoorbeeld een theaterrecensent bij de Volkskrant. Sommigen in een beleidsfunctie, bijvoorbeeld bij de gemeente of bij de openbare bibliotheek. Er zijn natuurlijk mensen die gaan vertalen of die les gaan geven. Ja, bij ons zijn maar heel weinig grote hoorcolleges. De meeste colleges zijn werkcolleges en daar zitten bijna nooit meer dan 20, 25 studenten in. Studenten kennen elkaar eigenlijk allemaal uit de verschillende jaren en wij kennen ook alle studenten gewoon bij naam en we weten precies wie er in de klas zit.